Ik denk uiteindelijk zal gaan die reis van die karakters voort. Dit is, ik denk mensen kan weer uitzien naar verhoudings, naar een beetje romance, een beetje hartseer, baie lach. Dalk bereikt om uiteindelijk finaal volwassenheid in die reeks. Dus dat is dalk zeker het interessantste aspect van die reis van die Book Club 2. Ik denk, hulle kan uitsien na die stories wat verder gaan. Ik denk, dis wat mense so vast gaan haal voor die TV gehou het, is elke karakter sy story. Hierdie keer word die stories weer eens baie eerlijk uitgebeeld en mense kan dieper ingaan in die karakters. Ander sye van die karakters leer ken. Daar is een paar nieuwe gezichte, so daar is een paar nieuwe storylijnen. En ik denk, dit vat net Book Club 1, soos dit moet, een stapje verder. En die karakters waarop jy verlief raak, jy weet, jy leer hulle beter ken. En daar is baie weer eens liefde, daar is aksie, daar is kulkens, daar is dood, daar is trouwens, so daar is redelijk baie om voor uit te sien. Ja. The director that we have, he actually does anything to get the picture that he wants. He makes it perfect, he takes his time to set the lighting and stuff like that. I think this will be amazing. Lekker nieuwe drama, nieuwe conflict. Ik praat nou wel over die algemeen, maar ik kan niet specifiek zien. Maar ik denk mensen kunnen uitzien.